Hallo allemaal, leuk dat je meedoet bij deze les aardrijkskunde. Mijn naam is Maarten Dommerholt en ik geef aardrijkskunde op de Van Rijnislaan. Deze week is de week van het Noordelijk en als het goed is heb je misschien al een paar leuke lessen gevolgd. En vandaag was aardrijkskunde aan de beurt en ik ga jullie wat vertellen over hoe gebergtes ontstaan in de wereld. Hoe komen ze zo hoog? Hoe komen ze dat ze eigenlijk al die mooie laagjes hebben? En dat ga ik vertellen tijdens de komende minuten die je hierop allemaal gaat volgen. Ik ga je vertellen wat je in deze les nodig hebt. Want we gaan namelijk ook een klein gebergte namaken. Hoe dat allemaal werkt, dat zie je in deze video. Voor nu, hierna krijg je een berichtje van wat je nodig hebt voor deze les. En ik zou zeggen, tijdens dit college, een klein beetje voorafgaand aan het proefje, wens ik je heel veel plezier. Goed opletten, goed luisteren. En dan snap je op het einde wat we misschien gaan doen met die stukjes chocola. Jongens, we gaan er tegenaan. Succes! Je hebt nodig een snijplank of een bord. Je hebt nodig een schilmes, deze is al gebruikt vandaar dat die wat vies is, en een paar marsjes. En die marsjes daar gaan we dan zo meteen vertellen wat we daarmee gaan doen. Maar voor nu is dit eigenlijk alles wat je nodig hebt om deze les goed mee te kunnen doen. Aardrijkskunde vind ik een van de leukste vakken die er is. Als je op vakantie gaat en je ziet dit soort gebergtes in het land van waar je naartoe gaat, en je ziet dit soort plooien eigenlijk, was ik eigenlijk altijd heel benieuwd, hoe ontstaan die eigenlijk? Hoe kan zo'n gebergte ontstaan en hoe groot is dat eigenlijk wel niet? Als je daar bovenop gaat kijken, zie je zelfs een paar mensen staan. Dat verbaasde mij altijd en ik was er altijd mee bezig. Daarnaast had je altijd de meest mooie plaatjes die je voorbij zag komen. En die vorige was in Amerika, dit is China, dit is in Turkije. En ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Het lijkt alsof dit door mensen is gemaakt, zo mooi qua kleur en alles. En toch is dat niet het geval. Achter mij zie je een klein gedeelte van het Himalaya-gebergte. Je moet je bedenken dat die hoogste punten die je daar ziet, die zijn ooit begonnen op de bodem van de zee. Maar nu is het een van de hoogste punten ter wereld en de Mount Everest is het hoogste punt van de wereld. Bijna 9 kilometer hoog. Maar je moet je dus echt bedenken dat is ooit begonnen op de bodem van de zee. En hoe is die daar zo gekomen? Nou, alles duurt ongelooflijk lang. Mocht je denken van, nou, opa en oma zijn al knap oud, of mijn buurvrouw is al knap oud. Nou, ik heb een oma die is al bijna 100 en die is al knap oud, maar dat stelt allemaal helemaal niks voor met hoe lang dit allemaal gaat duren qua tijd. Hier zie je de aarde zoals die er vandaag de dag uitziet. Zo gaat de aarde er in de toekomst niet meer uitzien en zo zag die er in het verleden ook niet uit. Maar om dat eigenlijk te snappen, moet je eigenlijk weten dat de wereld bestaat uit één grote legpuzzel met allemaal mooie puzzelstukken. En die puzzelstukken, die passen heel mooi in elkaar. Maar die puzzelstukken zijn al miljoenen jaren lang aan het bewegen. Hier probeer ik je dat te laten zien hoe dat eigenlijk werkt. Hier zie je Europa. En Europa daar met Nederland, Engeland, de Atlantische Oceaan hier in het midden. Met hier in het midden eigenlijk IJsland. IJsland kom ik straks op terug in deze les. En als een soort grote breuk dwars door die Atlantische Oceaan, heb je hier eigenlijk allemaal lijnen lopen die het einde zijn van die puzzelstukjes. En bij de uiteindes en de randen van die puzzelstukjes, daar beweegt de aarde heel veel. En daar ontstaan aardbevingen en vulkanen en tsunamis en eigenlijk alle heftige filmpjes die je op YouTube kunt zien. Nou, dat gebeurt vaak op deze plaatsen langs de randen. Hier ook met name in Japan, de Filipijnen, Indonesië. Maar goed. Je moet eigenlijk weten dat de aarde bestaat. Het is eigenlijk een soort sinaasappel. Aan de buitenkant heb je die rand. En op die rand, daar wonen en leven wij. Als je gaat springen, gebeurt er niks. De aarde is stevig. Die aardkorst, daar gebeurt weinig mee. En die aardkorst, hier dat bovenste lijntje, is zo'n 40 kilometer dik. Gemiddeld op de meeste plaatsen. Niet overal. Op sommige plaatsen is die dunner en op sommige plaatsen is die ook veel en veel dikker. Maar onder die dikke, harde aardkorst heb je eigenlijk de mantel. En hier in dit gebied, daar gebeurt heel veel. Daar is de aarde niet hard, maar is die vloeibaar. En dit oranje hier, dan kun je kiezen, is het lava of is het magma? Denk er maar even over na, ik ben heel even stil. Of je zet de video even op pauze, mag je even overleggen. Maar dit wat je hier ziet, dit is magma. Oké, magma en lava. Wat is het verschil ook alweer tussen die twee?
Ik heb ze hier allebei voor me liggen. Afgekoeld, gelukkig wel, anders kan ik ze natuurlijk niet vasthouden. Dit is magma, was diep in aardkorst gevonden. En deze vorm van magma noemen wij graniet. Dat ken je misschien wel wat je hebt op de keuken, op het aanrecht liggen. Dit is gestold, net als een korstje van het bloed. Dat is eigenlijk net als dit. En ja, dat is afgekoeld eigenlijk. Het was vloeibaar, het is afgekoeld. Dit is dus diep in het aardoppervlak afgekoeld. Dus nooit aan het aardoppervlak gekomen, vandaar de naam magma. Lava is ooit uit een vulkaan gekomen. En dat komt eruit. Zuurstof en lucht knalt er aan alle kanten in. En als je dan van dichtbij gaat bekijken, ik zal hem even voor de camera houden, dan kun je ook zien dat je hier eigenlijk heel veel gaatjes in deze steen hebt. Als je daar gaat bekijken, er zijn een soort baksteen die uit de oven komt, allemaal gaatjes. En daarom is deze steen ook een stuk lichter dan die andere steen. Ik haal hier even mijn hand weg, maar als je dan hier gaat kijken, en dan hoop ik dat hij de glinstering een klein beetje oppakt, maar daarnaast mijn vinger, daar zo, heb je nog een klein stukje mineraal zitten ook. En dat ding, dat glinstert behoorlijk. Hier heb je er ook eentje, ik zal hem even kijken. Daar kun je hem zien, het is net een stukje glas. Dat zit dus ook allemaal in die lava verstopt. En in de magma is het allemaal bij elkaar gedrukt en bij de lava dus niet. Lava komt uit het aardoppervlak en dat zie je uit die vulkanen komen. En dat is het verschil tussen magma en lava. Eerder in deze les heb ik het dan met jullie gehad over IJsland. Nou, daar gaan we nu eventjes over hebben. IJsland ligt hier in het midden van de Atlantische Oceaan. Je hebt hier de Atlantische Oceaan, Europa, Noord-Amerika, met in het midden die grote Atlantische Oceaan die je hier ziet gaan. Maar midden over die Atlantische Oceaan loopt een soort grote scheur. Dat noemen wij een rug. En hier zie je die. Er staan een paar van die pijlen staan erbij. Die kant op en deze kant op. En dat betekent eigenlijk dat IJsland en die platen eigenlijk uit elkaar gaan. Ze worden uit elkaar getrokken. Doordat ze eigenlijk uit elkaar worden getrokken, komt er vanaf de onderkant komt magma naar boven. En IJsland wordt eigenlijk op die manier elk jaar enkele centimeters groter. En daar waar ze aan de ene kant uit elkaar worden getrokken, gaan ze aan de andere kant, komen ze bij elkaar. Daar botsen ze. Je ziet hier een pijl, je ziet daar een pijl. En daar waar ze gaan botsen, daar heb je heel veel spanning wat bij elkaar komt. Nou, je ziet dat eigenlijk dat deze plaat duikt. Die oceanische plaat die duikt weer naar beneden. Die wordt weer vloeibaar. En je ziet eigenlijk al die laagjes hier. Je ziet met name in dit bergachtige gebied zie je die plooien. Nou, en dat stukje, daar wil ik je even laten zien. Ik heb hier in het klein een steen. En als je die steen gaat bekijken, zie je dat die helemaal geplooid is. Maar als je dat eigenlijk wil snappen van hoe kan het nou eigenlijk, hoe werkt het nou precies, dan moet je weten dat heel lang geleden al het zand als een soort laagjes op elkaar wordt neergelegd door de zee of door rivieren. En in dit geval hier achter ons is het gebeurd door de zee. Nou zie je, in werkelijkheid ziet dat er zo uit in het groot. En je hebt laagjes in alle soorten en maat. Je hebt hele dunne laagjes, je hebt dikke lagen. En die laagjes worden allemaal laagje op laagje op laagje op laagje, worden ze eigenlijk op elkaar gelegd in de loop van miljoenen jaren tijd. Maar doordat die platen op een gegeven moment bij dat vorige plaatje bij elkaar gaan, als ze bij elkaar gaan lopen botsen, krijg je dus die plooien. Nou, hier heb je nogmaals in het klein, deze steen die komt uit de Ardèche. Maar je hebt hem ook een maatje groter, zoals je het hier kunt zien. Zo weer echt een mooie grote stuk eigenlijk. En je moet gewoon weten dat dit eigenlijk dus ooit als een soort spekkoek op elkaar heeft gelegen. Maar dit is één stapje groter, maar je hebt hem nog veel groter. En hier kun je eigenlijk zien hoe dat is gegaan met dit gebergte. En die hele berg is eigenlijk in elkaar gedrukt in de loop van miljoenen jaren tijd. Hier zie je een laagje komen, ook weer die laagjes op elkaar. Die laagjes die gaan hier naartoe, dus je ziet hier een boogje maken en je ziet hem daar naartoe gaan. En hier is die eigenlijk, dit hele gedeelte, hier is die weg. En dan komt hij eigenlijk daar, komt hij weer terug. Daar zie je hem weer terugkomen. Hier kun je het ook mooi zien zo. Maar dan moet je niet denken dat de aarde dan vroeger geen zin meer had, dat hij dacht van nou dat is weg. Het was er vroeger wel. Deze lijn ging vroeger wel door. Alleen in de loop van miljoenen jaren tijd, door ijs, door vorst, door regen, door zwaartekracht, is dit allemaal afgebroken en is weggevoerd. Is weg, is er niet meer. Maar het was er wel. En die plooistructuren, dit gedeelte blijft nog. Dat is dus gebleven. En op het moment dat dat eigenlijk gebeurt, dat die plooien gaan ontstaan en dat die aardkorst met elkaar loopt te botsen eigenlijk, krijg je aardbevingen. Die aardbevingen komen met name voor bij die randen van die puzzelstukjes, die plaatranden. Op het moment dat twee korsten of twee platen tegen elkaar aandrukken, en dan gaat heel hard, heel hard, heel hard, en op een gegeven moment klapt er eentje toe. Dan is de een sterker dan de ander. Op het moment dat de ene eigenlijk opgeeft en de andere die ruimte krijgt, dus tap, dan schiet hij voorbij,
dan heb je een ontlading. En die ontlading, dat is dan de aardbeving. En die aardbevingen, na miljoenen jaar lang achter elkaar, die aardbevingen, leveren dus uiteindelijk dit soort plaatjes op. Eindelijk, we zijn er. Jullie mogen aan de slag met de Mars. Of het nou per se Marsrepjes zijn, of het zijn die goedkopere versies van de Aldi of de Lidl, of je wil met de Snickers proberen, ga je gang. Maar hier gaan wij mee aan de slag. En wat we eigenlijk gaan proberen te doen, is dit na te bootsen. En dat doen we met chocola. Je hebt nodig het mes, het bord of een snijplank en twee marsjes. Die marsjes, daar moet je even goed naar kijken en even goed opletten dat je het wel goed doet. En voor mij doe je het een paar keer fout, dan kun je straks wel meer opeten. Maar goed, dat moet je niet tegen je ouders vertellen. Je moet gewoon tegen je ouders zeggen, pap, mam, ik heb een zak mars nodig voor deze les. Nou, wat je zo meteen gaat doen is, je gaat deze zijkant afsnijden. Je gaat dit stukje eraf snijden. En deze zijkant snij je af. Die laat je zitten. De bovenkant laat je zitten. En de onderkant laat je ook zitten. En op het moment dat je dat dan gedaan hebt, dan ziet jouw mars er eigenlijk zo uit. Die zijkant is eraf. Die voorkant is eraf. Deze zijkant is eraf. De bovenkant zit er nog aan, op. En de onderkant ook nog. Ga dat maar eens even doen. Als het goed is, heb je nu twee stukken mars waar de zijkanten van af zijn gehaald en die twee voorkanten. Wat we nou gaan doen, is proberen na te doen hoe twee aardplaten op elkaar botsen en hoe zo'n gebergte ontstaat, zoals hier op het plaatje achter mij. Wat je zometeen gaat doen is op een vlakke ondergrond deze tegen elkaar aandrukken. En dan moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Als je nog eens een keertje heel goed gaat kijken naar die mars, dan zie je hier aan de onderkant zie je een laagje harde chocola. Daarboven zie je zo'n laagje, ja wat is het, Noga denk ik. Of in ieder geval zacht chocola. Dan heb je zo'n laagje karamel. Dan heb je weer een laag harde chocola. En dit zijn eigenlijk die A-laagjes die wij proberen na te doen met elkaar. Nou, als je die op het bord tegen elkaar aan gaat drukken, moet je maar eens opletten wat er gaat gebeuren. Oké, stel je voor, dit is India. Dit is Azië. Miljoenen jaren geleden. India komt eraan gezeild. Nou, wel heel langzaam, zo snel ging dat niet. Maar ze komen tegen elkaar aan. En op dat moment gebeurt het. Die stukken chocola en die karamel en alles, dat gaat tegen elkaar aan. En op het moment dat daar gebeurt, moet je eens kijken wat er gebeurt met je chocola, die korsten en alles. Dit wat je nou eigenlijk hier zo ziet gebeuren. Nou, het is vrij snel voorbij, daar ben ik met je eens. Maar wat hier nou gebeurt is eigenlijk, daar doet de aarde dus miljoenen jaren over. En zo ontstaan die gebergtevormen. Laten we een stuk chocola's van dichtbij gaan bekijken. We gaan nu van dichtbij proberen te kijken wat er gebeurd is net met die chocola. Welke ramp zich net heeft voltrokken. Hier achter mij zie je hoe het in de werkelijkheid eruit ziet. Je ziet hier een flink groot gebergte met die plooien zo naar boven en naar beneden. En dit is echt groter, jongens. Je moet je niet voorstellen dat dit een klein steentje is. Dit is echt gigantisch. Wil je van die kant naar deze kant lopen, ben je uren onderweg. Als ik nou van deze eens van dichtbij ga bekijken, dan kun je eigenlijk ook hier zien dat deze chocola hier eigenlijk zo is. En op dit moment gaat hij omhoog. Hier gaat hij naar beneden. Je ziet stukken omhoog gaan echt. Deze stukjes staan helemaal omhoog. En dan moet je eens voorstellen dat dit eigenlijk de bergtoppen zijn van de Pyreneeën of van de Alpen of van het Himalaya-gebergte nu. Je ziet ook een stukje naar beneden gaan. Hier aan de zijkant. Nou, dit duikt dus echt naar beneden. Dus ook met die aardkorst. Draai ik hem om. Dan kun je ook zien dat die stukken afbreken. Nou, het gebeurt dus niet zo dat er in één keer een stuk aarde omvalt. Dat gaat allemaal heel langzaam. Maar je ziet wel al die laagjes veranderen. Je ziet hier wat omhoog komen daar bovenop. Hier zie je wat naar beneden gaan. Nou, dit is eigenlijk wat de aarde dus al miljoenen jaren doet. En op deze manieren is het Himalaya-gebergte ontstaan. De Mount Everest. Onder andere de Pyreneeën, de Alpen. De Ardennen ook ooit. Maar die zijn al zo oud dat ze eigenlijk een beetje heuvels zijn geworden. Maar dat is een heel ander hoofdstuk. Mocht je bij ons op school komen, ga ik je dat zeker een keer vertellen. Wat je dus eigenlijk hebt zien gebeuren met die aardkorst, die verschillende laagjes, is dat ze in elkaar gaan, dat ze of naar boven gaan of naar beneden. Nou, dat zijn dan die plooien. Okay. Dus mijn lesdoel eigenlijk was voor nu.
Hoe is het gekomen dat de aarde er eigenlijk uitziet zoals het nu is met al die puzzelstukjes? Nou, dat heb ik een beetje snel geprobeerd te vertellen. En ik heb je laten zien hoe een gebergte ontstaat met al die plooistructuren. Nou, ik hoop dat het duidelijk is geworden door middel van die, dat stukje met de chocola wat we hebben gedaan en die Mars. En mocht je nog een keer op vakantie gaan en mocht je dit nou zien, dan weet je ook hoe dat ontstaan is. Of mocht je een steen vinden tijdens de vakantie die helemaal van die plooien heeft. Nou weet je dus. Als er nog vragen zijn, nou ik zou zeggen, kom een keertje bij ons op school en je mag ze me zeker stellen. Je kunt me misschien ook wel benaderen via de mail. En ik hoor het wel of er vragen zijn. Dan zou ik zeggen, fijne dag nog jongens. Bedankt voor het volgen van deze les. En alvast heel veel succes met het maken van de keus. Vergeet ik toch verdorie bijna één ding jongens. Eet smakelijk.